Minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken heeft een beleefdheidsbezoek gehad van de aartsbisschop van Palembang, Indonesië, de hoogwaarde heer Alvisius Sudarso. Dit bezoek is in het kader van de nauwe band die is gaan groeien tussen de katholieke kerk in Suriname en die in Indonesië sinds de komst van 3 religieuze zusters en een priester uit het aartsbisdom Palembang naar ons land. Bij dit bezoek waren ook aanwezig aartsbisschop Karel Tjuni van Paramaribo, de 3 zusters uit Palembang, een zuster en pater uit Nigeria. We hebben concreet gesproken over de seksueel misbruikte meisjes, het huiselijk geweld. Hoe wij als overheid en de kerken samen kunnen zoeken naar een oplossing. Want geld alleen brengt geen oplossing. Je hebt liefde nodig, je hebt toegewijde mensen nodig. En ik denk dat de religieuze zusters, die zijn niet getrouwd, die hebben geen gezin, die leven helemaal voor het werk. En als ik wat meer kan krijgen uit Indonesië, zal ik het zeer op prijs stellen. Maar ik heb ook uit Afrika, uit Nigeria, een verzoek gedaan dat de zusters komen. Minister Nursalim is van mening dat op het gebied van morele herbewapening, we weten dat de religieuze groepen een belangrijke rol te vervullen hebben. Ook is het van essentieel belang om in dialoog te treden met deze religieuze groepen. Dit om onder andere ervoor te zorgen dat de omstandigheden waarin er wordt gefunctioneerd optimaal zijn, stelde de bewindsman. Uiteraard zijn er ook knelpunten die Rooms-Katholieke Kerk ervaart in het functioneren. En daar hebben we ook naar geluisterd. Als minister heb ik sowieso naar geluisterd. We hebben wat afspraken gemaakt voor de nabije toekomst om te kijken hoe we kunnen gezamenlijk die problemen oplossen. Omdat we weten dat de groepen, de religieuze groepen, een belangrijke rol te vervullen hebben in die samenleving. Als we kijken naar dat stukje van morele herbewapening. Wat er allemaal gebeurt in vandaag de dag, zien we dat het toch nodig is om in dialoog te treden, niet alleen met die groepen, de religieuze groepen, maar ook ervoor te zorgen dat de omstandigheden waar gefunctioneerd moeten worden, dat het optimaal is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen week de 8e vergadering van de samenwerkingsraad tussen Suriname en Guyana gehouden. Deze vergadering heeft als doel de samenwerking tussen deze 2 landen te monitoren. Het is een mechanisme welke is geheractiveerd toen onze president, president Boutersen, met president Granger van gedachten heeft gewisseld in december 2016. En eigenlijk zijn ze er tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is dat die relatie die zo lang bestaat veel meer vruchten moet afwerpen en veel effectiever gemonitord moet worden. En dat is dus door middel van deze groep mensen. De groep heeft sinds de presidenten hebben gesproken zich in grote setting ontmoeten ze elkaar voor de 2e keer. Maar wat we hebben afgesproken is dat het niet altijd hoeft dat die hele groep bijeenkomt, maar dat er subwerkgroepen zijn. We praten over landbouw, we praten over toerisme, we praten over milieu, we praten over cultuur, we praten over energie, we praten over veiligheid, handel. En zo hebben we dus verschillende werkgroepen die geleid worden door de vakministeries of technische mensen van de vakministeries om zaken welke kunnen worden aangescherpt, maar ook zaken die in sommige gevallen kunnen worden verbetering onderhevig moeten zijn, maar ook nieuwe zaken kunnen aan de orde komen in die groep. De samenwerkingsraad wordt ook wel de Cooperation Council genoemd en is ingesteld door de staatshoofden.
De Raad heeft onder andere als taak te werken aan de verdieping en uitbreiding van de relaties op basis van voordeel voor beide landen en volkeren. Tijdens deze vergadering kwamen aan de orde de samenwerking op het gebied van landbouw en veeteelt, energie, milieu, handel, jeugd en sport. We also have the photos and sanitary issues to be dealt with and the procedures with regard to export or export of products from Suriname into Georgetown, into Guyana. So, and the other areas and immigration, we have our immigration issues. As you know, there are a lot of traffic between Guyana and Suriname. They all, especially at the border region, you know, we actually want the smooth movement of our peoples, you know, to and from Suriname. And we also look at the issue of the yellow fever vaccine, you know, which is required by both countries. So we have to ensure that all these aspects of the requirements are in place to ensure the smooth flow of Guyanese people and also Surinamese people into Georgetown, into Guyana. In het afgelopen jaar is er veel vooruitgang geboekt in het kader van de samenwerking op diverse terreinen, waaronder het faciliteren van de handel. De Surinaamse sectie van de Raad staat onder voorzitterschap van ambassadeur Harold Koolader, die ook de vergadering zal voorzitten, terwijl de Guyanese sectie onder voorzitterschap staat van Barbara Haley. Het instandhouden van onze infrastructuur is een van de voornaamste taken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Onlangs werd invulling gegeven aan de taakstelling door het startsein te geven voor het project Rioleren en Rehabiliteren van diverse wegen te Zorg en Hoop. Verzakkingen die in de wegen zijn ontstaan vanwege de verouderde duikers, die vaak inklappen, zullen onder andere worden aangepakt. Tijdens de uitvoering van het project worden alle afvoersystemen van de woningen en kolken langs de wegen aangesloten op het nieuw te leggen rioleringsnetwerk. De wegen zullen voorzien worden van een asfaltlaag en er zullen ook voetpaden worden aangelegd. De bedoeling is dat de rioleringsstelsel helemaal vernieuwd wordt. Vaak heb je hier inzakkingen van de wegen, omdat de duikers die hier zijn behoorlijk verouderd zijn en die inklappen, waardoor ook het wegdek dan meegaat. De bedoeling is dat als eerste de complete riolering wordt vervangen. De huisaansluitingen worden ook gemaakt naar de hoofdriolering toe. En dan is het de bedoeling om dan al de bovenbouw van de wegen, dus de oude bestratingen, oude asfalt, te verwijderen en dan nieuwe asfalt te plaatsen. De zijwegen moeten beter benut worden, waardoor dan die files die eigenlijk vooral in de ochtenduren en daarna na schooltijden vooral eigenlijk vormen, dat je dan hierdoor dan minder hebt. Waardoor dan het beter wordt, dat men minder tijdverlies heeft onderweg. En ook, wat we vaak zeggen, in files raakt men geïrriteerd. En dat is niet goed. Dus vandaar dat de infrastructuur belangrijk is, dat het in goede staat verkeert. Wat er zal gebeuren is dat de scholen altijd toegang zullen hebben, de kinderen altijd en de onderwijzers altijd naar de scholen. Het ligt ook in de bedoeling dat wij zoveel mogelijk alle inritten alle tijden bereikbaar proberen te houden of toegankelijk proberen te houden. Daar waar het niet lukt, zullen we ook kijken om ter plaatse gepaste voorzieningen te treffen. Het project zal ongeveer 20 kalendermaanden duren en wordt uitgevoerd door Tjongalanga Suriname NV. De afdeling verkeer zal in samenspraak met de politie bepalen welke delen van de wegen afgesloten zullen worden voor een vlot verloop van de werkzaamheden. De wegen die aangepakt zullen worden zijn de Stanvaste, de Vlox, de Palulu, de Herasing en de Rodastraat. Niet alle wegen zullen in één keer aangepakt worden. De Roda en Herasingstraat zullen als laatst worden uitgevoerd vanwege de kabels en leidingen van de nutsbedrijven die eerst geplaatst moeten worden. Er zal alles worden gedaan om het ongerief tot een minimum te beperken.